De BYD Dolphin is een betaalbare, ruime, maar ook zeker innovatieve, volledig elektrische auto. Zo is hij om te beginnen gebouwd op het e-platform 3.0 en dat maakt het mogelijk dat hij is voorzien van een zogenaamde Blade Battery. En deze Blade Battery, dat is een LFP batterij. En een LFP batterij, dat betekent dat er geen gebruik is gemaakt van schaarse materialen als nikkel en kobalt. Maar dat is nog niet alles, want die Blade Battery neemt tot 50% minder ruimte in vergelijking met een conventioneel accupakket. En hij is extreem veilig, want zelfs al zou je hem doorboren met een naald, gebeurt er helemaal niets. Ook is de BYD Dolphin standaard voorzien van een warmtepompinstallatie en dat zorgt ervoor dat je gedurende wat kouder weer niet al te veel inlevert voor wat betreft het rijbereik. Ja, en die 50% die dat scheelt aan ruimte met die Blade Battery, dat vertaalt zich uiteraard in een heel ruim opgezet interieur. Maar kijk ook even zeker naar de instap. Je stapt lekker hoog in het interieur van de BYD Dolphin. Je hebt lekker veel ruimte tussen de vloer en het dak. En je neemt plaats in een met recht heel voorwaardig ruim opgezet interieur. Met heel veel ruimte voor mijn onderste ledematen, maar ook zeker mijn bovenlijf. Je neemt plaats op comfortabele, grote, goed gevormde stoelen. En die zijn standaard elektrisch verstelbaar. Maar ruimte is één. Opbergruimte is 2 en ook dat is goed voor elkaar in de Dolphin. Tref een makkelijke opbergruimte hier bovenaan het dashboard aan. Zie een opbergruimte in het midden, voorzien van een draadloze telefoonlader in de designuitvoering, 2 bekerhouders en een afdekrolhoes waaronder ik ook nog spulletjes op kan bergen. Een ruim dashboardkastje, evenals een groot opbergvak in het portier doet de rest. Maar dat is nog niet alles, want het is een volledig elektrisch autoplatform en dat maakt het mogelijk dat we ook onder de armsteun een groot opbergvak aantreffen. Die 2 USB-C aansluitingen daaronder, die zijn ook handig, leveren standaard 18 watt vermogen, maar vanaf de comfortuitvoering zijn ze 60 watt sterk. Dat is best wat. Maar ook op de tweede zitrij is de Dolphin een hele ruime auto, echt een gezinsauto op dat vlak. We zien een vlakke vloer, dus ook op de middelste zitplaats kan jij je voeten erg goed kwijt. Maar kijk eens even, ik zit nu achter mijzelf, ik heb meer dan voldoende hoofdruimte, lekker veel leefruimte om me heen. En ik zie ook nog eens comfort als smartphonehoudertjes in de rugleuningen van de voorstoel. Ik heb een opbergvak in het portier, ik heb hier een drinkfleshouder, ik heb 2 USB-C aansluitingen en ook nog eens 2 extra bekerhouders in de neerklapbare middenarmsteun. De bagagerruimte van de BYD Dolphin is groot genoeg om plaats te bieden aan 4 handbagagekoffers en dit staat gelijk aan 345 liter inhoud. De Dolphin heeft een handige dubbele laadbodem zodat je de laadkabel hieronder op kan bergen. Na het neerklappen van de standaard in een verhouding van 60-40 neerklapbare achterbankleuning ontstaat er een totale inhoud van 1310 liter en een vlakke vloer. En goed om te weten, deze stoelbekleding is standaard en vervaardigd uit diervrij materiaal. Ook goed om te weten, de BYD Dolphin is standaard voorzien van LED-dagrijverlichting, maar ook duurzame LED-koplampen. Ook aan de achterkant zien we standaard LED-verlichting. De Dolphin is dus een ruime, veilige, innovatieve auto, maar hij is standaard ook zeer rijk uitgerust. Want aan de buitenkant zien we dus zaken als die LED-koplampen en LED-verlichting rondom. Maar we zien in het interieur ook standaard een 12,8-inch groot infotainment-systeem. Een infotainment systeem dat met de buitenwereld is verbonden dankzij een 4G-module, maar ook standaard is voorzien van Apple CarPlay en Android Auto connectiviteit. Via het systeem kan je tal van zaken instellen voor bijvoorbeeld de standaard aanwezige climate control installatie, maar belangrijker is ook, het is standaard uitgerust met navigatiesoftware met live verkeersupdates. Ook is de Dolphin standaard uitgerust met een 360 graden camerafunctie en parkeersensoren aan de achterkant. Heb jij een account bij bijvoorbeeld een muziekstreamingsdienst als Spotify, dan is het simpelweg inloggen genoeg om te genieten van jouw favoriete muziek. Een dedicated Spotify app biedt hiertoe de mogelijkheid. Maar dan mag die accu veilig zijn, die Blade Battery.
De Dolphin is sowieso veilig dankzij de standaard aanwezigheid van alle veiligheidssystemen. Een autonoom noodremsysteem met voetgangers- en fietsersdetectie bijvoorbeeld, maar ook comfort als een adaptieve cruise control met rijstrookcentrering. De Dolphin is dus in staat om semi-autonoom te rijden op de snelweg. Hij houdt afstand tot de auto voor je, dankzij de radar in de voorbumper en dankzij een camera achter de voorruit blijft hij mooi tussen de lijntjes. Kijken we verder naar het interieur, dan is de zitpositie achter het stuur gemakkelijk in te stellen voor zowel wat kortere als langere bestuurders. En dankzij het standaard axiaal en verticaal verstelbare stuurwiel vind je ook op dat vlak voldoende verstelbaarheid. Ook is het goed om te weten dat het digitale instrumentarium daarachter met de stuurkolom mee verhuist, zodat jij altijd een goed zicht hebt op bijvoorbeeld de snelheidsmeter. Vind jij het daarnaast prettiger om wat verder vooruit te kijken als jij gebruik maakt van de navigatieweergave, dan is het goed om te weten dat je het scherm ook in portretmodus kan draaien. De Dolphin is leverbaar als comfort- of designuitvoering. Beide versies beschikken over een 60,4 kWh Blade Battery accupakket, waarmee je volgens de WLTP-testmethode tot 427 km ver kan rijden. Het opladen gaat standaard via een 11 kW driefase boordlader en met maximaal 88 kW aan een snellader. De designuitvoering beschikt daarnaast over een V2L-aansluiting, waarmee de Dolphin met een maximaal vermogen van 3,3 kW stroom aan externe apparaten kan leveren. Rijd je in een stedelijke omgeving met de Dolphin, dan geniet je over een uitstekend zicht naar buiten dankzij de grote raampartijen rondom. Met name dat ruitje hier linksvoor en rechtsvoor is extra handig op dat moment. Gedurende het parkeren heb je daarnaast profijt van de 360 graden camerafunctie. De Dolphin rijdt makkelijk en comfortabel en al helemaal vanwege het feit dat je vanaf het tweede uitrustingsniveau standaard multilink ophanging rondom krijgt. En dan mag de Dolphin standaard al rijk zijn uitgerust, het kan altijd rijker. En daarom krijg je vanaf de comfortuitvoering bijvoorbeeld stoelverwarming voorin, maar ook parkeersensoren aan de voorkant. De buitenspiegels, die kan je dan ook elektrisch inklappen. Kies jij voor de designuitvoering, dan kan je de Dolphin herkennen aan een two-tone kleurstelling aan de buitenkant, 17-inch lichtmetalen wielen en zaken als privacy glass vanaf de B-stijl en een draadloze telefoonlader. Maken we dan ook uiteindelijk de balans op, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat de BYD Dolphin echt een betaalbare, ruime, innovatieve elektrische auto is.